Op 14 maart vertrekt het Hongjin Kung Fu Team naar Hongkong voor het 15e wereldkampioenschap en ze bereiden zich nu voor. Mark Horten, coach van het team en wereldkampioenschap Kung Fu, gaat mee naar Hongkong. En je moet je lichaam voorbereiden op de tijdzone. Dus dan sta ik 1:30 's ochtends sta ik op. En iedereen van het team staat op en dan gaan we allemaal trainen. Op het moment in de sauna. Om een beetje te wennen aan de luchtvochtigheid. Hoeveel leerlingen heb je in Leiden? Ongeveer met alle kindjes erbij 200, 250 misschien. We zitten hier al ietsje meer dan 15 jaar in Leiden. En hebben school geopend en dat is heel succesvol geworden. Het is de hoop dat we nog medailles naar Leiden kunnen brengen. Wanneer is het WK voor jullie geslaagd? Nou, als iedereen ten eerste doorheen komt zonder blessure. En natuurlijk, we hopen op medailles. Er wordt wat verwachtingen natuurlijk op het team gezet, omdat we de laatste jaren heel veel succes hebben gehad. En als mijn leerlingen goed presteren en hun best geven, dan ben ik tevreden. Zijn leerling, Lucas van Scheppingen, is ook weer gevraagd om mee te doen aan het wereldkampioenschap. Weer naar het WK, inderdaad. 2013 is de laatste keer dat ik geweest ben. En dat is een hele eer natuurlijk om daar mee te mogen doen. En kun je wel zeggen dat ik de laatste 5 maanden daarvoor heb voorbereid. Ik doe 3 tai chi categorieën en 3 kung fu categorieën. En in de kung fu doe ik... het is meer het lopen van vormen dan dat iemand mij aanvalt en ik moet reageren. Het leukste onderdeel is dat je zoveel malen bewuster wordt van je ademhaling en van je lichaam. En eigenlijk ga je intenser leven, want je krijgt er ook onwijs energie van. Naast Kung Fu is Lucas onder de naam Laidback Luke een wereldberoemde DJ. Luke is heel goed bezig met zijn DJ-carrière. En hij traint bij mij nu ietsje meer dan 15 jaar. Hij is heel gefocust en gemotiveerd. Hij kan dat niveau heel goed aanhouden, ondanks zijn drukke schema. Dan maakt hij zijn training een deel van zijn dag. Ik heb hem meegenomen 3-4 jaar geleden naar de WK en heeft hij 5 medailles gewonnen. En dus deze keer hopen we weer voor nog zo'n succes. Ja, ik draai overal ter wereld en dat doe ik eigenlijk al een jaar of 20. Maar daarnaast is ook topsporter in kung fu. Ja, een kung fu atleet, inderdaad. En dat helpt mij uit te balanceren met het gekke DJ-bestaan en het waanzinnige schema wat ik daarin heb. Ik was dus in mijn 20er jaren en ik moest eigenlijk weer wat doen met sport. Ik heb mijn hele leven karate gedaan en ik wilde eigenlijk altijd op kung fu. Toen werkte ik met een zangeres aan een nieuw nummer. En die zangeres die zei, ik weet zo'n goede kung fu school in Leiden, moet je echt even kijken. En ik ben er gekomen op een dag en nooit meer weggegaan. En dat blijft zo? Absoluut. For life. Kung Fu for life.